De NCRV presenteert vanuit de Doelen in Rotterdam het Sterrengala. 30 jaar Josti Band. Thuis. Hartelijk welkom bij het Sterrengala 1996. Vanwege het 30-jarig bestaan van de Josti Band gaan we een gigantisch feest maken vanavond. En dat doen we met sterren uit binnen- en binnenland. En die buitenlanders die kosten veel te duur. We gaan het met de Josti Band doen omdat ze 30 jaar bestaan. En we hebben al één gigantische ster gehad met onze solist bij Droomland. Geef een hartelijk applaus, Rijn! En zo heeft Rijn ook zijn vriendin leren kennen via de Josti Band, want daar heeft hij het de hele dag over gehad. Ik kon hem niet zien op het toilet, maar hij zei, ja, ik heb verkeer met Katie. En hoe lang heb je al verkeer met Katie? Meer dan 10 jaar. Ik ben nu verloofd. Sinds 18 mei, hè? Laat maar zien. Laat die ding maar zien. En Katie, dat is Katie. En jij weet ervan, hè, Katie? Ja, laat jij je ring ook eens zien. En ben je gelukkig met Rijn? Ja, ik ben hartstikke blij met samen met hem. Wij voelen gelukkig gewoon. Ja, maar zingt hij ook vaak voor je? Ja. Wat zingt hij dan voor je? Hij houdt van mij. Ah. Ja. Nou, dat gaan we vanavond gewoon doen. De hele avond een hou voor jou feestje maken. Omdat de Josti Band 30 jaar bestaat. En we gaan vanavond met heel veel artiesten optreden die de Josti Band graag wilden zien. De Josti Band heeft aan de leider Willem gezegd, ja, we willen graag die hebben en die hebben, die hebben. Die zijn toen gebeld en ze wilden als presentator wilden ze graag mij hebben. Ik zei, joh, moet je niet doen, kost je te veel leden. Maar we hebben het toch uiteindelijk gedaan.
U kunt thuis bellen hoor, als u wilt. Maar omdat de Yoshi Band 30 jaar bestaat, lijkt mij heel erg normaal om de grootste zaak van de wereld om even de Yoshi Band toe te zingen. Dus ik zou zeggen, lang zullen ze leven.